van mij, maar ook van jou. Dus dan wordt het zusjes vormen. Pizza fries met tomatensaus, kaas en... Sorry hoor, maar ik ga het niet voor haar gooien. Ze zou het zelf doen en de vorige keer... Kijk, één keer de rij, jongens, waar ik in moet gaan staan. Oh, oh, oh! Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe week. Het is vandaag zondag en het is avond. Normaal gesproken ben ik nu aan het koken, maar mijn vader en moeder hadden weer eens besloten om een nachtje in Otterlo te slapen. Dus toen had ik bedacht dat iedereen voor zichzelf ging eten. En nu heb ik het avondeten van vandaag gewoon doorgeschoven naar morgen. Deze weekvlog gebeuren er twee leuke dingen wat ik nu al weet. Dat is namelijk een grote aankondiging van wat er met het YouTube kanaal gaat gebeuren. Had ik vorige week al een kleine teaser gegeven. Oh, mijn vlog is online. Ik heb nog niks op YouTube geplaatst. Op Insta geplaatst, ik moet denken. Maar goed, ik had al een klein voorproefje gegeven in een vorige weekvlog. Ik leg het even daar meer over uit als Jo er is. Maar misschien plak ik dat er nu al in. Even een tijdsprong. Wij gaan uitleggen wat er gebeurt met het YouTube kanaal. Namelijk, op de zondag blijft er gewoon een weekvlog van mij komen. Maar op de woensdag komt er een weekvlog van mij. Dus twee video's standaard per week. En het YouTube kanaal, de naam wordt veranderd. Omdat... Wow, big stap. Ja, big stap. Big step. Ja, big step. Want er komt dan elke week een vlog van mij, maar ook van Jo. Dus dan wordt het zusjes voor man. Ik moet alleen nog wel even controleren of die naam niet al bezet is. Nou, lijkt me niet toch? Lijkt me ook niet. Het kan natuurlijk zijn dat er een extra video online komt, maar het is alleen als we daar zin in hebben. En dat is dan onaangekondigd. En dat ben ik dan. Ja. En dat is Noah dan. Oh ja, dat wil ik nog wel zeggen, want hé, nu is het voor me. Dus het kan ook zo maar zijn dat Noah een keer een vlog overneemt of Sophia een weekje. Maar standaard... Kan zomaar zijn. En zijn wij het. Lotta kan het ook. En we gaan vrijdag naar een drive-thru. Drive-thru? Iets waar je met de auto doorheen kan gaan en waar je eten kan afhalen. Namelijk bij Lux. En die heeft heel leuk eten. Heel Amerikaans. Wafels, freak shakes, donuts. Gaan jullie allemaal deze week vlog zien. Wil jij vast een duimpje omhoog doen? Als je denkt, deze vlog wordt leuk. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Mijn duim is rood. Kijk nou, hij is echt heel rood. En ik wens jullie dan veel kijkplezier. En als ik dan voor mezelf eten ga maken, dan doe ik nooit zo heel speciaal. En is het bloemkool. Met een broodje, ja. Broodje ziet er wel goed uit. Goedemorgen jongens. Het is vandaag maandag. En ik heb erg verdrietig nieuws. Ik heb net gesport, dat is niet verdrietig. Maar ik keek net in de koelkast. En wat ik zag, ik laat jullie zien. Is achter jullie geparkeerd. Eerst de boter weg. Dan komen we bij de Philadelphia. En daar hebben we het hoor. Oh nee. Eerst nog een potje jam. Eel. Wat ik hier heb is de bloemkoolsoep van vorige week. 7 dagen geleden. Mama zou dit weggooien. Nee, mama zou dit opeten. Een dag later. En daarom heb ik het bewaard. Heb ik niet een derde bord genomen. Ik had er 2 borden opgegeten. Ze heeft het überhaupt niet opgegeten. De eerste dag daarna of de tweede dag daarna. En nu zou ze het... Ik... Sst. Sorry hoor, maar ik ga het niet voor haar weggooien. Ze zou het zelf doen. En de vorige keer heb ik het ook al weggegooid voor haar. Had ik het ook al over jullie verteld. Over de tzatziki. Die zij ook al opeten en ook niet had opgegeten. En nu doe ik het gewoon niet. Ik laat het staan. Ik zet het voor in de koelkast. Dat het ziet dat het er nog steeds staat. Want ze is nu weg, zoals jullie weten. Een nachtje. Maar dan komt ze voor een leuke verrassing te staan. Nou, joejoe, ik ga douchen. Ik ben gedoucht en ik heb mijn nieuwe sok aan. In de vorige weekvlog kon je zien dat ik veel sok had gekocht. En ik heb nu mijn watermeloentjes aan. Oh, ik heb ze maar te klein gehaald. Ik dacht al, wat zijn ze toch klein. Maar zal wel aan liggen. Maar ik heb 35, 38 en ik heb maar 39. Dus dan kan ik beter 39, 42, 43. Maakt niet uit. Oh, mijn batterij is bijna op. Ik ga aan de slag met school. En, ik wil nog iets zeggen. Maar ik ben helemaal in paniek door de batterij die zo uitvalt. Weet ik het nog binnen de tijd? Ik weet het echt niet. Ik vloog mijn vlog net af dat ik niet meer wist wat ik wilde zeggen over de sokken. En dat is inmiddels echt 6 uur geleden of zo. Het is 5 uur. Ik moet zo even mijn boodschappen doen. Maar ik had mijn batterij op. En ik heb er nu pas een nieuwe batterij in gedaan. En ik weet nog steeds wat ik wilde zeggen. Want, kijk, hier zijn mijn sokken. En wat ik dus altijd heb, als ik nieuwe sokken koop. Ik heb nu voor 20 euro, nee voor 15 euro, heb ik heel veel nieuwe sokken gekocht. Maar... Het zijn het elastiekjes. Want ik weet zeker, ik heb ze nu 1 keer aan. En daarna zie ik Lotta ermee rondlopen. En dan denk ik, verdorie, die zijn van mij. Ik doe hetzelfde, doe ik terug. Het zijn het elastiekjes die je koopt. Dat wilde ik nog zeggen. Nu ga ik iets anders doen. Ik wil namelijk mama even confronteren met haar soep. Mama, kom eens!
Kom maar eventjes met mij mee, mama. Ik heb mijn kopje wegzetten. Nee, kom maar. Even naast mij staan. Het is niet iets leuks hoor. Ik zie dat u vrolijk bent, maar... Wat is dat daar? Wat? Een week. Ze ziet het niet eens. Zo erg. Een week staat het er al. Twee borsten. Mama, wat doet dat daar? Wat? Middelste plank. Ja, van wie is dat? Van u. Dat is uw bloemkoolsoep die u moet opruimen. Vraag me al af. Wie heeft er toch zo'n vies prutje? Ja, u. Ik ga boodschappen doen. En nu? Ja, moet u weggooien naar de wc. Bah. Weet je wat er gebeurt als je de deksel optrekt? Ja, ik hoef niet te ruiken. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb al zoveel gedaan voor school. Ik had er net te pakken, dus toen had ik doorgezet en nu ben ik al lekker ver. Ik heb iets heel leuks. Nee, ik vind het echt leuk, man. Ik heb een meloen met een smiley. Maar hij zegt, je moet wel oppassen, want het kan giftig zijn. En de kans is zo klein dat het echt giftig is, dat we er iets aan overhouden. Dan is het plezier groter dan die kans om de vergiftiging, dacht ik. Mama gaat morgen weer naar de kapper en ik moet nog steeds naar de kapper. Mama? Ja? Heeft u al een schaar voor mij? Nee. Want ik dacht, ik knip gewoon zelf mijn haar. Hey, vind je mijn blond haar staan? Net Maxima. Echt net Maxima. Vond u niet? Schrok je ervan? Ja. U moet eigenlijk in twee stukken en dan zo langs uw hoofd. Ik heb er moeite mee, jongens. Weet u waar me dit aan doet denken? Ja? Een die runway shoot. Mama heeft vroeger een keer meegedaan aan een... Hoe heet dat nou? Aan een modeshow. Aan een modeshow. En toen herkennen we allemaal mama niet meer terug. Maar mama had dat krulhaar en toen hadden ze haar heel erg geknipt en had ze opeens stel haar. Gevonden, mama! Ik heb hem gevonden! Kijk, hier vond ik haar op lijken. Ze lijkt je echt een beetje eng, vind ik. Mama, bent u er klaar voor? Kom. Chop, chop. Niet eerst met uzelf. Ja, mag ik even mijn broek dicht doen? Ja? Ik moest best wel lachen. Ja. U moet er niet zo van lachen. Ik vind u een heel ander mens daar. Ja, ben ik ook een heel ander mens daar. Hi, wat ben je vrolijk. Ja. Oh, wat ben je gedrek. Ja. Hoe was je avondeten, Lua? Ja, lekker. Die passies gehad. Ja. Was lekker. Lekker, kauwe. Doe. Ze vindt het echt niet zo heel lekker als bosjes. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het was een beetje een hectische ochtend. Maar nu gaan wij even twee stoelen wegbrengen naar het boshuisje. Want Noah had daar gewoond, maar die woont er nu niet meer. En nu wil mama weer dat de stoelen komen. Nu zij er weer meer is. Duidelijk? Het gaat om deze stoel. Papa vroeg, wil jij hem hebben? Nee. Ik snap dat hij mooi, authentiek is. Maar ik hoef hem niet te hebben. Dan hebben we nog deze stoel. En ja, die hoef ik echt niet te hebben. Mama, hoe komt je aan die stoel? Die? Ja. Die heb ik van de kringloop, 15 euro. Vindt u die echt mooi? Kijk dan, die is echt leuk. Daar ga ik straks een loertje in. Gaat u er echt loer aan zetten? En dan gaan we foto's maken. Mooi, Lou. Is toch geweldig? Nou, ik vind... Ja, dus hij is zo groot. Voeten, en, ja, dat vind ik zo raar. Waarom zit hier zo'n luikje? Dan kan je de poep eruit halen. Ja. Sorry, ik vind het echt een beetje raar. Kom maar. Je hebt hier geen muurtje. Nu recht naar achter. Wacht, ik ga even aan de andere kant staan. Toppie. Ho. Ja? Je staat een beetje schuin. Niet. Kom maar kijken. We moesten dus blijkbaar ook nog de aanhanger afkoppelen. Dus dat doen we eerst. Kom maar! Stop maar hoor! Makker! Stop maar! Oh. Ik dacht we kunnen even duwen. Met z'n tweeën. Ja, maar hij zit aan die kant bijna tegen het einde. Ja, ik zei al tegen je toen je net reed, je gaat schuin. Maar je deed er niks op uit. Ging daarna toch ook weer recht. We moeten nog alleen stoeltjes afleveren bij het boshuisje en dan ben ik klaar en dan ga ik weer bezig met school. Joepie! Nu heb je een zaak. Oh, ik zei net dat ik alleen nog maar de stoeltjes hoefde te doen. Ik was alweer vergeten. We moeten ook nog de auto wassen. Ja. Noah en ik zijn bezig met iets geheims.
Want ik zei dat ik pindasoep vandaag ging maken. Alleen, wat ik doe is het volgende. Kijk, op woensdag heb ik altijd heel veel stress. Want dan moet ik naar Amsterdam en dan moet ik altijd nog heel veel doen. En dan schiet het koken er altijd in. Dus nu heb ik een pindasoep gekocht. Maar zodat ze er niet achter komen dat het uit pak is, heb ik kastanje champignons en tauge. Wat we nu eerst oppakken, noemen we de zus. Je moet hier een beetje kruiden neerzetten. Oh ja, een beetje kruiden neerzetten. En dan doen we deze soep later doorheen. En dan hopen we dat niemand erachter komt. Alleen zondag, wanneer mama en papa deze vlog kijken, komen ze dus wel achter. Sorry, maar als het lekker was, wat maakt het uit? Dan doe ik het gewoon nog een keer. Dit pakken we nu op. En dan komt later dit erbij in. Een beetje van knor. En dan kom je. Een beetje van onszelf. Alles loopt volgens plan. Nog niemand is de keuken in geweest. Snel, ik hoor papa. Het bewijs wordt weggegooid. Zo, de prullenbak in. En dan staat hier onze zelfgemaakte pindasoep. Ik ben op station en ik ga zo met de trein. Maar ik moet nu dus nog in Amsterdam stemmen. Omdat je alleen in je eigen gemeente mag stemmen. En ook als je iemand anders machtigt, dan mag het alleen als het in je eigen gemeente is. Of je zou 2 weken van tevoren moeten aanvragen, maar dat heeft madame natuurlijk niet gedaan. Dus moet ik gewoon nog stemmen. Kijk, 1 keer de rij, jongens, waar ik in moet gaan staan. Hou op met me. Nou, echt jongens, het is dat ik me verplicht voel om te stemmen, omdat we stemrecht hebben. Maar anders, ik sta in een rij. Nou, ik sta hier morgen nog in. Kijk nou, 1, 2, 3, helemaal daarheen. Ik dacht, ik ga even snel stemmen, maar het is 8 uur. Ik sta er om 9 uur nog. Ik ben ondertussen even aan het bellen met Noah. Het is 1 kwartier later. Ja, ik ga gewoon door. Ik zag net mensen die op mijn plek stonden. En die gingen weg. Toen dacht ik, lafaardje, met al zo ver. En toen ging ik er nou uitrekenen hoe lang ik hier nog in sta. En ik denk dat die mensen dat op precies dezelfde plek deden. Want nu snap ik wel dat ze weggingen. Nou, het is ruim 1.5 uur later. Maar ik heb gestemd. Ik weet waarvoor ik het heb gedaan. Ik heb namelijk, iedereen heeft kleine potloodjes die ze meenemen. Maar ik heb een grote. Maar het was heel raar, want er was een vrouw. En die had wel een stembiljet, maar die mocht niet stemmen. Want die kwam uit een ander land of zo. Dat was niet stemgerechtigd. En toen had ze haar stembiljet echt in 10 stukjes verscheurd. En zo door het hele gebouw gegooid. Heel mooi weggelopen. Ik snap wel dat het frustrerend is. Maar... Hallo lieve mensen, het is 4:15. Het is donderdag. En... ik heb al gewerkt dus. Het was echt een leuke dag. Ging goed. Alleen nu heb ik hier een pakket. Met allemaal portfolio's die ik heb geschreven. Die moet ik nu in de portfolio mappen gaan doen. Het is zo'n werk. Ik wilde het eigenlijk op het laatst doen. En toen dacht ik nee. Want dan kijk ik daar de hele tijd tegenop. Ik heb nog iets heel ergs, jongens. Waarom ik dus eigenlijk helemaal niet heb gefilmd. Gisteren niet. Na het stemmen kwam ik erachter. Ik heb muizen. Ik heb muizen in mijn huis. Ik raakte zo erg in paniek gisteravond. En ik was vanochtend nog steeds een beetje beverig. Dus daarom heb ik helemaal niet gefilmd. Nu komt als het goed is morgenochtend iemand. Om 7 uur. Maar ik ga 6:55 de deur al uit. En die is het tot 8 uur. Om de muis weg te halen. Dus nu moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Want ik moet om 8 uur al lang op school zijn natuurlijk. Maar goed, nu ga ik even alle portfolio's doen. En nog heel veel nakijken. Kijk, normaal gesproken kijk ik dit tussendoor allemaal na. Maar het was echt een leuke dag, maar wel een drukke dag. Dus heb ik dat gewoon niet gedaan. Maar eerst even al deze mappen vullen. Mama komt mijn kant op nu. Dat is heel lief. Want de... beestjesverwijderaar, zo heet die. Die komt dus om 7 uur. Alleen die is sowieso tot 8 uur bezig. Dan moet ik op werk zijn. Mijn mama wil nu komen. Hey! Ik zag alleen van mijn vorige stage, dus ik zei van hoi. Ik kijk, eerst was ik niet in paniek. Toen dacht ik, er zijn muizen. Maar ken je dat? Je hebt wel vaker dat je muizenresten zit en denk je, nou, maar die zouden ook wel weg zijn. Maar toen begon ik verder te kijken en toen begon ik te ruiken en toen begon het heel erg te stinken. Toen dacht ik, oh nee. En toen keek ik verder naar de kastjes en toen was echt letterlijk van alles wat afgegeten. Toen dacht ik, maar ik heb vorige week nog wat van het koekje gegeten. Toen dacht ik, oh nee, dit is dan deze week gebeurd. Nou, en toen raakte ik een beetje in paniek. En toen ging ik weer naar het kastje kijken.
En toen hoorde ik gritsel. Toen wist ik dat het niet alleen een dode muis was, maar ook nog levende muizen. Want ik hoorde dus dingen bewegen. Mama is er, mijn redder. Mama blijft gezellig slapen. Morgen om 7 uur komt de muizen vangen. Ja. En 5 over 7 moet jij al weg. Ja, en daar ben je moeder voor, hè? Precies. Ja. Ik wil eigenlijk, want er is dus 1 kastje waar het zit. En ik durf hem eigenlijk niet open te doen. Mama zegt ik moet het laten zien. Ja, dat meest. Maar het jammere is, het meeste is al weg. Het meeste, de, waar van af is gefroten, heb ik al weggegooid. Straks zit er nu opeens een muis, mama. Nee, zit geen naam. Ah, er zat echt iets in die hele reis is omgevallen. Dat is vandaag gebeurd. Dat was eerst nog niet. Die reis zat dicht, dat pak was niet eens open, mama. Toen ik het opende, was het pak open. Toen zeg ik, kijk dan die zooi in dat kastje. Dat was bij mij nog niet. Mij heeft een muis een keer heel vaak in mijn oksel gebeten. Toen werd ik de paarden voeren en ik had een wijde trui aan en ik doe de schepte in en die muis schiet erin. En die bleef hangen in mijn oksel, want die kon niet verder. Gadver. En hap, 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 midden in de winter. En dat was wel heel naam, want ik kon hem er niet uitschudden. Moest ik echt met een trui. Toen werd ik wel een beetje... Nou, ja. Ik heb het overleefd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag de... Nee, 19e. En ik moet van mama zal het kastje open doen. Ja. Gewoon kijken. Hij is ook aan de pasta gaan zitten. Ruikt u de geur? Ja, de rijst zit overal. Ik zal... Wilt u thee? Die kan ik nu voor u pakken als u wil. Nou, ik weet toch niet... Hey, hij is er. Hey, doe open. Wij zijn onderweg naar Loeks, want wij gaan naar Loeks. Wij gaan eten proeven. Ze vroegen of wij langs wilden komen om wat te proeven. En dat wilden wij natuurlijk wel. Het is een beetje jammer, wij staan nu bij de drive-thru, maar volgens mij kan ik er niet doorheen. Hij is afgesloten. Nou, ik ging wel naar de drive-thru. Ja, misschien omdat het te druk was, want het is heel druk bij de hier door de Hollywood-ding. Ja. Jullie zien nu in deze vlog hoe we door de experience, hoe we door de drive-thru gaan. Wat dus nu doorgaat. Nou, we moeten even kijken. We weten nog niet hoe het gaat. We gaan in mijn vlog in ieder geval het eten laten zien. En in Joanna's vlog gaan we het proeven. Ja. Volgens mij mogen we het toch door de drive-thru. Alleen, ze zegt, jullie mogen doorrijden tot... Toen wist ik niet tot hoe het werd, dus ik durfde niet te gaan rijden. Ik ga gewoon, jongens. Nee. Er is nu niemand. Dan zou ik denken dat ik ben, toch? Hoi! Dat? Ja, met jou? Jij bent toch wel een paar. Jij bent gewoon letterlijk niet in beeld. Ja, het zou... Ja, nu. Als je iets naar achter gaat... Ja, dat is beter. Nee, dat is helemaal niet. Echt wel. Maar wij zijn daar door de drive-thru gegaan. Maar je krijgt dus als je erheen gaat een telefoontje en dan mag je door de drive-thru. En dan staan Mickey en Minnie staan daar klaar, ja, dat is met echt ons leuk. Eten. Ja, heb je net gezien. We hebben gewoon 3 tassen. 3 tassen vol. Het is zoveel. Okay. Dus dankjewel, Loeks. We gaan even laten zien. Wij gaan nu alles laten zien wat we hebben gekregen. Wil je nou weten hoe het smaakt? Dan zien we dat woensdag in Joanna's. Weet hoe het smaakt? Dan moet je er naartoe. Ja, oh. Okay. Laat me dan toch vertellen hoe het smaakt. We hebben als eerste deze freak shake. Weet jij welke het is? Ik denk dat het een unicorn is. Oké. Okay. Ik dacht dat... En hij is echt super lekker. Hij smaakt naar soft ice. Er zit hier dus ook nog een hele donut op. Dan gaan we door naar het volgende. Ja, heb ik weer die beker vast. Het is echt gelijk weer, hè. Dan heb ik hier een vloegel donut. Vloegel. Sorry, ik drink geen drank. Vloegel. Daarom weet ik niet zo goed hoe ik moet uitspreken. Geen 18, geen drank. Oeh, Oreo! Oh, daar ben ik echt benieuwd naar. Oreo donuts. Zitten er 2 in, hè? Niet 1. Ik denk echt dat we gewoon alles hebben gekregen. Ja, ik heb die milkshake nog steeds. Nou, hou jij even die milkshake vast. Dan hebben we hier denk ik een wafel. De aardbeienwafel. Oh, die ruiken super lekker. Die ruikt echt heel lekker. Dan hebben we hier nog een wafel. Oh! De stroopwafel, de wafel. Oh, die ziet er toch echt heerlijk uit. Met ei. Trouwens, ik wil even bij zeggen. Het is echt super leuk gedaan met die roze papiertjes. Het is echt heel Hollywood. Ja. Even zien. Dan hebben we hier nog 2 fries. En dit zijn, als het goed is... Oeh. Oh, zijn dat die pizza fries? Ja. Pizza fries met tomatensaus, kaas en salami. Dit is echt zoveel. En dit is pulled chicken fries met heel veel kaassaus hier.
Ik ben wel eens in de Hollywood Drive in geweest. Die nu natuurlijk helemaal populair is op TikTok. En ik, volgens mij is het hier ook een beetje op geïnspireerd, ja, toch? Ja, volgens mij ook. Maar ik moet zeggen, deze is echt leuker. Echt? Ja, serieus. Ik vind het sowieso leuker met die roze papiertjes en zo. Die aankleding is veel leuker dan die andere. Ja, die is wel echt leuk. Ja, we weten natuurlijk nog niet hoe het smaakt. Maar dit belooft toch wel goed. Die andere was toch kerst? Nee, die Hollywood Drive in Rotterdam. Die is heel populair. Oh. Dat is toch geïnspireerd. Wil jij weten hoe het smaakt? Je moet wachten tot woensdag. Pum, 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 pum. Tot ziens. Of je gaat van was naar luxe. Dat kan ook. Wow, dat vind ik een goede tip. Wij hebben net alles geproefd. En we gaan niet zeggen wat het was. Maar het was lekker. Het was echt lekker. En het was bijzonder. Lekker. En wat wij op concludeerden is dat je dit echt als een uitje moet gaan doen. Ja, dit is echt leuk. Ja, dus je gaat eerst naar de drive-thru. En daarna ga je of in de auto alles opeten. Of Noah zei, maak er een soort van high tea van. Want het zoete was echt heel lekker vooral. Goedemorgen. Goedemiddag. Het is zaterdag. En we hebben boodschap gedaan. Hi Lou. Wij hebben vandaag een afspraak bij de Action. Yes. Wij hebben vandaag een afspraak bij de oma. Bij de Hema. Heb jij. Volgende week gaan we naar de Hema. Maar we moeten niet alles in één keer doen. We zijn net naar de Action geweest. Ik vond het best wel... Alsof het normaal was. Ja, en er waren best veel mensen in de winkel. Maar mogen daar natuurlijk meerdere in de winkel zijn, want het is groter dan 25. Ja, maar we kregen dus ook geen belletje van, goh, je moet eruit. Er staan muizenvallen bij mij in huis. Maar die staan achter de plint. En dat zijn gifdoosjes. En mama zegt, ja, dan kan je daar gewoon laten staan. Hoef je niks mee te doen. Maar dat gaat natuurlijk, dan gaat iemand dood. En dan gaat het stinken. Iemand, ik denk dat jij al meer dan één muis hebt. Aankomende woensdag komt er dus een weekvlog van Joanna. En zondag weer een weekvlog van mij. Bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video? Abonneer. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei doei. Dat was echt leuk. Heel leuk. Die mag jij hebben. Ik heb weer cola over. Ik heb ook kassen. Ja. Joep.